Hoezo vind jij mij ongevoelig? Ik vind je niet ongevoelig. Jawel, jij vindt mij ongevoelig. De dingen zijn complex. Het ligt gevoelig. Jij bedoelt dat we van sommige dingen af moeten blijven? Dat die taboe zijn? Ja. Nee. Er zijn codes. Codes? Ik mag toch wel iets zeggen over Amerika? Ik ben daar toch geweest? Ik denk dat het al heel wat is als je iets over New Orleans kunt zeggen. Maar je moet de codes wel respecteren. Oh ja hoor. Ik krijg weer de positie van de lompe Hollander. Ja, je kunt niet als lomperik door die porseleinkast denderen. Porseleinkast? New Orleans is toch geen porseleinkast? Het is eerder een koloniale kast waar al een laag water in heeft gestaan. Je moet het niet de hele tijd over die storm hebben. Dat doen ze daar toch ook niet? De zwarte bevolking is toch armer en die mensen waren toch de lul tijdens Katrina? Dat kun je toch niet ontkennen? Ik denk dat er meer factoren een rol spelen. Het ontstaan van de jazz, Katrina, de slavernij, de scheiding tussen blank en zwart. Dat zijn toch de thema's? Voor wie? Voor mensen. Voor wie? Voor mij. En ik zeg dus, dat ligt gevoelig. Dan wil ik er zeker iets over zeggen. Dames en heren, twee toneelspelers, zes muzikanten, rechtstreeks uit New Orleans!